Nederlandse mede-aanklagers tevreden met veroordeling Demjanjuk. Internationale chauffeurs zijn op hun hoede voor illegalen. En de droogte maakt natuurgebieden en veendijken kwetsbaar. Nu weten ze dat er naast Auschwitz ook nog een vernietigingslager Sobibor bestaan heeft, waar ongeveer een derde van de Nederlandse Joden dus zijn vermoord. Genoegdoening bij de overlevenden en de nabestaanden. Maar nog is het proces tegen John Demjanjuk niet voorbij. De 91-jarige Oekraïner is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de moord op Joden in vernietigingskamp Sobibor. Maar het hoge beroep mag Demjanjuk in vrijheid afwachten. Nederlandse overlevenden en nabestaanden spelen een belangrijke rol in het proces. Zij zijn de mede-aanklagers. Onder hen Rob Fransman, wiens ouders in Sobibor zijn omgebracht. Samen met zijn kleindochter Noah gaat hij voor het eerst naar het kamp om een gedenkteken voor zijn ouders te maken. Waarom ben je hier niet eerder naartoe gegaan, naar Sobibor? Dat weet ik niet. Ik ben vaak in Polen geweest. En ik heb me er nooit toe kunnen brengen om te gaan. En nu kwam dat Demjanjuk-proces en kwam het er wel van. Dit is het. Dit was afgesloten met prikkeldraad, wat dan weer gemaskeerd was met allemaal groen. Het liep ook kronkelig. En aan het eind liep het dood, liep het in de gaskamers. Ja. Emmanuel Hess en Rosalie Steinberg, ja, overgrootouders. Rachel en Isaac. Dat Demjanjuk veroordeeld is, dan is dat op grond van Nederlandse documenten, omdat er zijn hier tussen de 175.000 en 200.000 mensen vermoord. Maar wij Nederlanders zijn goed in de administratie. De enige die een administratie hebben gevoerd is de Nederlandse, de autoriteiten. Die hebben alles opgeschreven. Het kaddisch wordt ingeleid door een Nederlands gezegde. Zolang wij leven, zullen zij leven. Ose shalom bimromov. Huya se shalom aleinu velkol Yisrael. Heru, amen. Het simpele feit dat ik hier ben met mijn kleindochter, die de rest van mijn familie min of meer symboliseert, en mijn drie prachtige kinderen en de 6 schitterende kleinkinderen die ik heb, is een voel ik als echte winst. Wij zijn er nog. En die nazi's die zijn weg. Ik heb het ene keer meegemaakt dat ik, toen lag hij dus hier ook, op die sleepas. Je ziet hem eigenlijk zo nooit zitten, dan moet je echt een beetje naar onderen bukken. En dan kijk je hem zo aan. Chauffeur Marcel Sulkers is in Griekenland al een keer aangehouden omdat hij een illegale verstekeling aan boord had. Want in Griekenland is het zo dat niet alleen de arme werkzoekende migrant opgepakt wordt, ook de chauffeur krijgt een aanklacht aan zijn broek. Die Grieken die maken van hun probleem, want het is hun probleem, al die vluchtelingen. En dan maken ze in één keer jouw probleem. Ik zeg al, wij worden aangeklaagd voor mensensmokkel dan in één keer. Zodra hij de haven van Patras nadert, proberen de illegalen zich vast te klampen aan de voorbijrijdende trucks. Ook aan die van Marcel. Van alle in Europa opgepakte illegalen komt 90% via Griekenland Europa in. Van daaruit willen ze naar een Schengenland, bijvoorbeeld Italië. En dan ligt Europa helemaal open. De druk op de Grieken is groot om er wat aan te doen, maar ja, ze zeggen te weinig mankracht te hebben. Verdomme! Klimt er nou onder! En daarom heeft Nederland zijn hulp aangeboden om de stroom immigranten in te kunnen dammen. Omdat we met een aantal andere landen doen, kunnen we misschien wat extra aandacht krijgen voor dit punt. En dat de Griekse autoriteiten ook echt in beweging komen. Maar zover is het nog lang niet. En moet Marcel Sulkers dus alles driedubbel checken en op slot doen. Straks in vuilnisbakken op zoek naar eten dat nog goed is. En angstige ouderen krijgen extra fietstraining.
De laatste weerberichten luiden dat de warmte en de droogte ook de hele maand juni nog wel zullen aanhouden. En dat betekent voor de boeren sproeien. De droogte is slecht nieuws voor natuurgebieden. Daar breken geregeld branden uit. Boswachters zitten met de handen in het haar. Zeker waar al vaker brand is geweest, zoals in het duingebied in Schorel. Na de branden van 2009 en 2010 hebben we natuurlijk vorige week die hele grote brand gehad. Die groter was dan alles wat we ervoor bij elkaar hadden. Dat is ongeveer globaal dit stuk. Ik was hier verleden week al, toen wou ik erin, maar toen was het nog afgezet. Maar nou zie ik het, jongen. Dat is wel poe. Moet je maar voelen met je vinger. Ik heb nou mijn stok niet bij, maar dit is veel dieper dan mijn vinger gaat nu. De droogte zorgt ook voor problemen met veendijken. Door het lage peil in de sloten en rivieren zijn die veendijken flink uitgedroogd. Komt er dan eens een keer een flinke regenbui, dan kan de grond verschuiven, zoals in 2003 in Wilp is gebeurd. Veendijken moet je gewoon in droogperiodes gewoon elke week gewoon gaan kijken. En dan prikken we erin om te kijken hoe droog die is, hoe ver is het waterpeil gezakt in die dijk. En moeten we wat doen? Je hebt hem helemaal... Oh ja, 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 ja. Hier, je ziet ze hier zitten inderdaad. Ja, die is helemaal droog. Dus ja. Dit zou dan eventueel verstevigd moeten worden? Ja, hier moeten ze naar kijken naar hoe diep die scheur is en hoe droog het dan is, hoe hoog het water hier nog staat. Door het lage waterpeil in de rivieren wonen sommigen ook niet meer helemaal waterpas. We hebben zo'n schuifkast en die glijdt dan zo naar beneden. En dat is best vervelend. Wij willen graag knikkerpotjes doen, maar het lukt niet. Zo? Want als we omhoog gaan, gaat hij weer helemaal naar beneden. Het slaapt niet echt lekker, want ik rol steeds uit mijn bed. Ik doe gewoon de boeken hier en de rollen er niet uit. Heel soms heeft dat scheef wonen ook voordelen. Mag ik de pindakaas? Oh ja. Dit zijn mensen die in afvalbakken duiken. In het Engels dumpster diven. De reden is heel simpel. Vooral winkels, groothandels en restaurants gooien allerlei verse producten weg die misschien een dagje over tijd zijn. Maar volgens die dumpster divers zijn die producten prima te eten. Dit is gewoon nog prima voedsel. Dit kan je, het is überhaupt officieel nog steeds houdbaar. Ja, tot morgen. Ja. Een beetje vies, man. Ja, sommige zijn niet meer goed, maar... Je houdt er echt voor honderden euro's in eten. Hij is bijna leeg. Die is leeg. Use your nose. If it smells bad, don't eat it. You know? I've seen the plight of starving people in parts of the world. And I see their hungry faces with smiles on. And I see people here in the Western world unhappy. But we live in this glutton society where we have so much food that it's just thrown away. Not technically, if I skip, it's technically illegal. I'm a criminal for taking food that can be eaten, but in my eyes, the act of throwing away good food is much more of a criminal offence, I know. Packet of tomatoes. One third is bad, that was probably stinking. The other two thirds is still okay, you know, so we'll eat that. But these we won't eat, actually I'll put them in my compost. Ah, cool. We have somewhere, you know? Somewhere. It's quite lekker actually. It's really nice, man. Dit is geen nieuwe dans, maar een afstapoefening voor ouderen. We gaan die hand flink ver uitsteken. Voel je wat een klein beetje bewegen al doet voor de ruimte die je hebt om je heen te kijken? Snap je nu het belang van bewegen in de ochtend voordat je gaat fietsen? Ik vind het lekker om een beetje goed te kunnen fietsen. Ik was een beetje bang op de fiets. Het aantal fietsongelukken met ouderen is in een jaar tijd met een kwart toegenomen. Reden voor de Fietsersbond om eens flink met hen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met oogtesten. Ik zie als een straaljagerpiloot of ik zie als een havik. En dan kom ik met een oogtest op 50% gezichtsvermogen uit. En dan hebben ze al een bril. En dan denken dat ze nog
voldoende gezichtsvermogen hebben. Fietsinspecties. De meeste mensen rijden met de zachte banden. Wat is daar gevaarlijk aan? Nou, als een klapband krijg natuurlijk. Maar ook op het moment dat je echt zachte banden hebt, heb je gewoon geen goed grip op het wegdek. Dus dan is het met sturen is het wiebelig. En een heuse training op een parcours. Nou, ik sla er een op. Ik smokkel. Die groene bekertje ging goed, maar ik bibbel wel een beetje. Maar... En daar vergat ik de pionnenlijn. Dus ben ik gewoon teruggereden. Je leert toch ook weer een hele hoop dingen wat je wel of niet moet doen op de fiets. Je moet niet schielijk remmen dat een ander op je vliegt. En je moet goed uitkijken naar rechts en naar links. Bent u wel eens gevallen? Ja, ik ben wel eens gevallen, wel een paar keer hoor. Maar ik ben altijd nog goed afgekomen. Ik heb gelukkig nooit wat gebroken.